Dit was het dan, jongens en meisjes. AI is een schitterende technologie. Je kan er heel veel mee doen. Maar op dit moment is artificiële intelligentie niet meer dan wat ingewikkelde algoritmes die door computerwetenschappers zijn geprogrammeerd. Want binnen de AI zijn er toch twee grote systemen. Aan de ene kant heb je de artificial narrow intelligence. Dat is AI die echt wel geprogrammeerd is om bepaalde dingen te doen. Wanneer je aankopen doet op bol.com of Amazon, krijg je suggesties op basis van je aankoopgeschiedenis. Nu die suggesties zijn gemaakt, of daar zit heel veel AI achter die suggesties maakt. Aan de andere kant heb je toch een zeer interessant systeem, en dat is de artificial general intelligence. En dat is wanneer dat AI ons brein nabootst. En dat gaat toch wel een paar stappen verder, want dan hebben we een wereld, zoals in Westworld, de science fiction reeks, waarin dat we in een wereld zitten omringd met cyborgs, waar je geen verschil ziet tussen mens en robot. Of het kan nog erger zijn. We kunnen in een wereld terechtkomen zoals de Terminator, waarin dat AI en robots ons willen vernietigen. Nu, ik wil jullie geruststellen, want volgens specialisten duurt dat toch wel 10-20 jaar. Anderen zeggen dat het nooit zo ver gaat komen. Dus dat Terminator echt wel science fiction is. En dat dat nooit realiteit gaat worden. En voor de liefhebbers van AI hoop ik dat jullie heel veel geleerd hebben uit deze Edubox. Want helemaal op het einde hebben we toch een aantal heel toffe links gestopt van video's, websites, waar jullie veel meer kunnen leren.